Mijn grootvader was een hele eenvoudige boerenarbeider, maar die kon zo rustig zeggen, doe toch kalm man. Slak en hazen hebben tegelijk het nieuwjaar. En in onze gewone Nederlandse stad, de slak en de haas hebben tegelijk nieuwjaar. Heb je veel geleerd van je grootvader? Heel veel. Gewoon rustig, verstandig de boel bekijken. En die man die was doof. En daarom, als je met een doof iemand omgaat, dan leer je luisteren. En dat is belangrijk. Er wordt veel te weinig geluisterd. Ze praten allemaal maar om zichzelf heen. Als je luistert wat een ander wil, dan zie je meer de achtergrond van de dingen. En dan bereik je ook veel meer. Je bent opgevoed door een grootvader die doof was. En door een grootmoeder die blind was. En een tante die slecht lopen kon. Die liep mango over twee kanten. En ze waren best lieve schatten met elkaar. En ik heb het echt niet moeilijk gehad hoor. Er werd geen misbruik van gemaakt. Maar je leerde met elkaar optrekken. Omdat tante niet best kon lopen, dan was je het gewend om aan te geven, om te helpen overal mee. Het was vanzelfsprekend. En ik had mijn vrijheid natuurlijk ook gewoon helemaal buiten. Dan kun je toch heerlijk voor een kind rondspelen. Oh, ik weet niet, zorg is nog nodig. En die is er ook nog veel. Er wordt veel te veel gezegd, de tijden veranderen, maar de tijden veranderen niet en de mensen ook niet. Maar het wordt wel eens anders bekeken. Ik geloof er niks van dat de mensen zoveel veranderen. Liefde en haat is altijd geweest en dat blijft ook. Maar het is altijd makkelijk om te zeggen, ja, het is nou een andere tijd en dat hoeft nou niet meer en dat moet maar anders. En zo'n afschuifsysteem, schiet je toch niks meer op. Hm. Waarom zou je? Als je gewoon doordoet, dan kom je nog niet alleen. Maar heb je niet het idee dat de mensen veel agressiever zijn geworden? Nee. Beslist niet, want ze zijn ook behulpzaam aan de andere kant. Vroeger waren ze ook wel agressief hoor. En de mensen die geld hadden, graag de baas spelen. En je had ook hele goeien die het geld goed wisten te gebruiken. De mensen zijn precies hetzelfde gebleven. Want als je de Bijbel leest, in die tijden waren ze al precies net als nu. Moord en doodslag is er altijd geweest, niet om goed te praten. Maar ik geloof niet dat de mensen nou veel slechter zijn. En het is flauw om de jeugd van nu op de kop te geven dat ze zoveel slapper zijn. Want er zijn hele flinke bij. Maar het beroerd is in deze tijd, duizend die gewoon een werk doen en gewoon bezig zijn, hoor je niks van. En de uitschieters die het verkeerd doen, vaak ook door een verkeerde opvoeding of zoiets, daar wordt een heel verhaal over gemaakt. Ze moeten veel meer praten over de gewone mensen die hun best doen. Dan zou de maatschappij ook opknappen, want je leert van een ander. En als je alleen maar hoort van slechte dingen, dan denken ze dat het normaal is. Wij vertrouwen gewoon op God's bescherming. Ja? Ja? Maar we doen s'avonds de deur wel op slot. Dat is toch ook normaal, je moet toch wel iets doen. Maar in zo'n wereld als hier is, dat kunnen wij ons niet voorstellen. Dan heb je andere maatregelen nodig natuurlijk. Net zo goed als je andere bediening hebt en alles anders is. Maar je vindt het toch wel prettig dat de bediening zo... Ja, om dit een keer mee te maken natuurlijk, dat is toch fantastisch. Dan krijg je toch je hele leven niet weer. Wie drinkt uit een glas wijn met goud? Plezier? Ik zing van gewone dingen op een gewone manier. Het is vertellen eigenlijk, hè. Vertellen zingen en zingen vertellen kan je het noemen. Zo van, pluk kruiden in mijn tuintje, pluk kruiden langs de weg. Het groeit zelfs op de daken, het is waar wat ik je zeg. Want boven op het schuurtje, daar zie ik een huisloopzaam. En van een enkel blaadje een kwaal soms weg wil gaan. Hebt u een dikke lik door, neem een blaadje huisloop dan. Halveer het in je handen, maak medicijn ervan. Plakt u dat kleine stukje dan op uw likdoorn vast. Die is dan snel verdwenen, dan zijn we blij verrast. Er zijn toch zoveel kruiden en zoveel bloemen puur. Laat ons dan samenwerken tot behoud van de natuur. Heel mooi. Ja, zien. Ja. Dank. Wie kan dan ooit denken dat je zoiets mee zal maken? Opgegroeid in de kleine zalk en dan bij een prins aan boord, waar je gewoon helemaal eigen mee bent, die je gewoon Leo noemt, nou, dat is onvoorstelbaar. Die dit zelf niet gezien hebben, die kunnen het nooit geloven. Dan denken ze dat het opscherp is, dat het maar zo'n rare praat is. Maar gisteravond ook, zoals wij gedineerd hebben, gouden borden, gouden bestek en dan van dat hele mooie porselein daar weer op. En zo het ene en het ander, het was allemaal even mooi, nou, daar droom je haast van. En die suite waar ik geslapen heb. Er waren toch een boel spiegels, ik heb eens even geteld voor de lol. 12 keer zag ik mezelf in de spiegel, terwijl ik op één plekje stond. Maar als je het nu vergelijkt met thuis, waar je op het platteland woont? Nou ja, thuis dan ben je best gelukkig. Ik ben best tevreden met die boel, het zal me niet in mijn kop slaan, dat ik denk ik wil al die luxe zo hebben. Maar er zijn ook een heleboel mensen die zeggen van ja, is het niet een beetje decadent? Ik bedoel, zoveel luxe in een wereld waar toch een heleboel ellende is.
Och, mijn lieve deugd, dat ze allemaal zo eenvoudig zouden leven. Maar als wij thuis doen, wat werd er dan verdiend? Dan kon je de fabrieken weer dicht doen. Want wij doen zo lang met dezelfde schoenen en dezelfde kleren en de groenten verbouwen we zelf in de tuin. En als je een keer een goed servies hebt, dan reed je eindeloos mee. Je bent bang dat het niet breekt. Hoeveel wordt er verdiend aan zo'n schip? Dat is in Nederland is je gebouwd. En hoeveel mensen zijn hier aan boord die allemaal werken en die hun hele gezin ermee onderhouden kunnen. Terwijl die man meteen zijn best aan doet om die jongens op te voeden. Op het ogenblik die groep uit Sri Lanka. En hoeveel mensen heeft hij in touw ook met zijn feesten organiseren. Wat hij ook gedaan heeft voor een ziekenhuis daar weer. Maar ze maken natuurlijk ophef als hij vliegtuigen in de lucht heeft. Met de Nederlandse vlag van, oh jongens, wat kost dat allemaal. Maar dat wordt ook allemaal betaald weer voor die anderen. Die show moest komen. Heel veel van kruiden, van bomen, bloemen en planten. Je bent zo langzamerhand een bekendheid geworden in Nederland. Geniet je een beetje van die bekendheid? Ja, maar ik vind het veel belangrijker dat de kruiden bekend worden, de dingen van de natuur. Want het gaat er niet om dat ik bekend ben, maar het gaat om die dingen van de natuur die we naar voren hopen te brengen. En daarvoor doen we het ook bij de NCRV. Maar dan moet je niet boos op me worden. Nee, maar zo praten meer mensen, net of het zo belangrijk is, of ik het belangrijk zou vinden dat ik belangrijk ben. En daar gaat het helemaal niet over, het gaat over die kruiden. En vaak denken ze dat een berk alleen maar een berk is die je leuk in de tuin hebt. En een aardappel is een ding om op te eten. En je kan er voor de gezondheid zoveel mee doen. En je kan er voor in de huishouding zoveel mee doen. En dat is toch mooi als de mensen het weten. Wat kun je met een aardappel doen dan, behalve opeten? Bijvoorbeeld de vlek van de deur afhalen. En dat kan je met ui ook doen. Dat is niet alles van één bepaald ding. Met aardappels en ui, dat zijn gewone goedkope dingen uit de keuken, rekent men. Maar als je ergens een vlek op hebt, of met een aardappel ook, zoals hier waar het zo lekker warm is en je verbrandt dat je lang in de zon zit, plak rauwe aardappel over en het is over. Kooknat van aardappels en van witte bonen, daar kan je mee wassen bijvoorbeeld. Ik heb gisteren nog tegen een van de boys hier gezegd, de tafellaken, er was een vlek op gekomen. Zeg, als je nou een schijf citroen erbij in de wasmachine doet, little slice of lemon. En die begreep het best en dan krijgt hij de vlekken er mooi uit. Het is zo eenvoudig als wat vaak, het gaat allemaal over eenvoudige dingen. Nee, het is bij mij. Als je het niet gezien hebt wat hier is, het is zo fantastisch. Heel erg mooi allemaal, allerlei dingen zijn van goud. Maar voor mij op tafel staat een heel groot boeket met bloemen zoals ik zelf mooi vind. Wat wij hemsknoopjes noemen en boerenwarmkruid en eucalyptus voor de frisse lucht. Het geurt heerlijk. Je hebt er geen idee van hoe mooi of alles is. En het schip heet in het Nederlands de Nieuwe Horizon. Als de Nederlandse naam heeft. En dat is hier werkelijk een nieuwe horizon. Je kan het niet voorstellen hoe of de mensen hier leven. En toch ook heel gewoon zijn. Het is een levend sprookje. Maar ik ben blij dat bij jou alles goed gaat. De hartelijke groeten aan allemaal. En tot ziens vanavond, want dan hoop ik weer thuis te zijn. Dankjewel hoor. Dag Sam. Dag. Happy landing. Good yes, happy landing. Heel hartelijk bedankt voor de vriendelijke ontvangst hier. Het was heel aangenaam. Ik vond het prettig. Ik vond het prettig je een woord gehad te hebben. En succes met je verdere radioprogramma en je boek. Oké, happy landing.